Nou, in 2007 zijn wij geïnspireerd geraakt door Cradle to Cradle. En hebben besloten om Cradle to Cradle gaan toe te passen in onze fabriek. We hebben toen die pijlers tot uitvoering gebracht. Het houdt eigenlijk in dat wij eigenlijk tapijt in een oneindige cirkel willen brengen. Waarbij we nooit afval creëren en een tapijttegel weer de grondstof is voor een nieuwe tapijttegel. Desso is inmiddels in haar branche de enige die daadwerkelijk oude tapijttegels inzamelt en weer omzet tot de basismaterialen bitumen en nylon. De bitumen worden onder andere in de wegenbouw ingezet. De nylon uiteindelijk weer in de nieuwe tegels. Dit is niet alleen winst voor het milieu. Er moet geld verdiend worden, ook in een circulaire economie. En dan ga je dus kijken waar valt er geld aan te verdienen, ook binnen bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Dat kun je doen door te kijken wat was afvalstof van het een en kunnen wij dus als grondstof weer gebruiken voor een ander. Dat bespaart aan de ene kant de afvalverwerkingsindustrie, de kosten daarvoor en de belasting op het milieu. En aan de andere kant bespaart het je ook weer aan de grondstoffen. Circulaire economie lijkt soms zaligmakend en een hype. Desso wil niet dat het een hol begrip is. Circulaire economie verstaan wij onder dat het niet alleen circulair moet zijn. En de economie kan ook circulair zijn als je met ongezonde of slechte dingen voor het milieu en de mensheid aan het werken bent. Dan kun je het nog rond laten gaan, dat is nog circulair. Desso wil circulaire economie op basis van cradle to cradle. Dus we hebben gekeken binnen cradle to cradle waar valt uiteindelijk ook nog geld te verdienen. Dat is onder andere door onze grondstoffen weer door te verkopen aan onze eigen leveranciers. Zo kun je er weer geld aan verdienen. En sinds een aantal jaren hebben we in samenwerking met de DLL, met de Lage Landen, hebben wij carpet lease. Zo verdienen wij ook weer geld aan van bezit naar gebruik. En hebben wij de garantie dat alle tapijt wat wij daar via die manier verkopen ook in gezonde en duurzame stromen blijft. De grootste uitdaging voor Desso zit hem op dit moment nog in het acceptatie. Omdat tapijt niet bezitten, maar alleen gebruiken. Het acceptatieniveau daarop ligt nog lager dan voor een lease auto of voor een kopieerapparaat.